Het is 1 uur. Dit is het journaal met Annelies van Herk. Goedemiddag. Het aantal sterfgevallen en ziekenhuisopnames bij ons door het coronavirus stijgt opnieuw sneller. Er zijn 56 nieuwe overlijdens genoteerd. Dat maakt dat er in totaal nu 178 mensen overleden zijn door een coronabesmetting. De voorbije 24 uur zijn 434 nieuwe patiënten opgenomen in de ziekenhuizen. Een forse stijging is dat. In totaal liggen nu 2.152 patiënten met COVID-19 in een Belgisch ziekenhuis. En 474 van hen liggen op de afdeling intensieve zorg. De voorbije 24 uur mochten 115 mensen het ziekenhuis verlaten. Cathy Allaert van onze wetenschapsredactie. Ja, de voorbije twee dagen ging het een beetje een positieve kant uit met een minder snelle stijging van het aantal opnames en sterfgevallen. Nu is het een helemaal andere situatie plots. Ja, we kunnen toch wel zeggen dat dat voorzichtig optimisme dat er de voorbije twee dagen was, dat toch precies wat weg is. Want we zien opnieuw een stijging in het aantal besmettingen en ook in het aantal ziekenhuisopnames. Maar al bij al een optimisme, al bij al is het niet zo heel slecht, want er is geen echt rechte stijging van die cijfers. Dus wat dat betreft valt het allemaal wel mee. Hoe dan ook bewijst het volgens virologen dat we de piek, dat we die nog lang niet bereikt hebben. Nee, zover zijn we nog niet. De capaciteit, we kunnen het allemaal nog aan op dit moment? Ja, dat ziet er toch wel naar uit. In totaal liggen nu 474 mensen op intensieve zorg. Want zoals je weet is precies die capaciteit op intensieve zorg is dat waar het meest ook wordt op gelet. Dus in totaal zijn er nu 2500 bedden op intensieve zorg. Dus met die 474 zitten we nog heel veilig. De ziekenhuizen kunnen dit nog goed aan. Het is zwaar in veel ziekenhuizen, maar het is oké. Mm-hmm. 56 sterfgevallen, dat zijn er veel plots. Is daar een verklaring voor? Ja, dat komt natuurlijk omdat heel veel mensen, vooral oudere mensen, liggen op intensive care, worden ook beademd vaak. Dat gebeurt ook in coma. Die mensen worden in coma gebracht, liggen vaak lang in coma. En dat betekent natuurlijk ook dat hun sterfterisico groot is. Anderzijds heeft het ook met rapportering te maken, want de cijfers worden doorgegeven door ziekenhuizen, door woonzorgcentra, door huisartsen ook. En af en toe zit er wat vertraging op het doorgeven van die cijfers, waardoor we soms dagen hebben dat er plots iets meer zijn en andere dagen iets minder. Maar hoe dan ook, het aantal sterfgevallen neemt toe. Ja, dat is duidelijk. Die cijfers die krijgen we op een dagelijkse persconferentie. En daar is meestal ook nog een waarschuwing of een advies dat gegeven wordt aan de bevolking. Was dat vandaag ook zo? Ja, klopt. En vandaag ging het over de mondmaskers. En meer bepaald over het feit dat steeds meer mensen gewoon op straat ook een mondmasker dragen. En dat wordt nu gewoon afgeraden, omdat het gewoon geen zin heeft. En het geeft vooral een vals gevoel van veiligheid. Ga eens luisteren. Verder zou ik ook nog er willen op wijzen dat het geen zin heeft voor mensen om een masker te dragen wanneer ze in de straat wandelen. Je kan het virus niet krijgen door gewoon in de straat te wandelen en lucht in te ademen. Dat is onmogelijk. Wat wel belangrijk is, dat we afstand houden van elkaar en heel belangrijk dat we denken aan onze handhygiëne. Het virus wordt voornamelijk overgedragen via de handen. Ons programma Pano is gaan kijken achter de schermen van het UZ Gent en ook in een Leuvens laboratorium dat een vaccin zoekt tegen corona. De reportage wordt vanavond uitgezonden hier op 1 en we tonen nu al enkele fragmenten. Maandagavond staat de spoed in UZ Gent even op zijn kop. Kuchende mensen stromen toe, tientallen patiënten worden getest. Gaat het voor jou aan de tand zijn? Ik denk dat wij nu, in de vroege avond, eigenlijk al het dubbele aantal patiënten hebben gehad dat wij gisteren eigenlijk op 24 uur binnen hebben gekregen. Dus ja, het aantal patiënten is absoluut gestegen. En sterk gestegen eigenlijk zelfs. En toch, in het UZ Gent is er geen paniek. Iedereen lijkt klaar voor de storm. Op de intensieve afdeling voor de ziekste onder de zieken liggen nu 6 patiënten, waarvan er 4 worden beademd. Plaats is er voor 60 patiënten. Voldoende capaciteit dus voor oud en jong. Het is nog een vrij jonge meneer, hij is een jonger van 45 jaar. Hij is 2 jaar ouder dan mij. En het is ook confronterend
voor ons om te zien dat we daar zo ziek zijn. En dan is er de strijd op een ander vlak, de zoektocht naar een vaccin. We kregen een unieke inkijk in het Leuvense Rega-instituut bij viroloog Johan Nijts. Deze muizen, die 2 weken een proefvaccin kregen toegediend, krijgen nu het coronavirus. Maar natuurlijk de weg om van een prototype te komen tot aan een vaccin dat kan worden breed uitgerold tot miljoenen of honderden miljoenen dosissen, dat is nog een lange weg te gaan. Het proefvaccin is nog geen werkend vaccin op mensen. Verfijning is nog nodig de volgende maanden. In het UZ Gent intussen zijn deze patiënten aan de betere hand. Zeer blij. Vooral zeer blij. Ik ga nog even thuis ook in isolatie moeten blijven. Ja, je gaat ook een beetje moeten opletten met je huisgenoten ook. Als het kan, apart sanitaire. De boodschap in het UZ Gent. Er is nu geen paniek. Zolang mensen alle regels, in uw kot blijven bijvoorbeeld, strikt blijven opvolgen. Stef Meerbergen, goedemiddag. Jij bent daar gaan filmen in het ziekenhuis, het UZ Gent. Is dat wel veilig om dat te doen? Wel, alles is in overleg gebeurd met het ziekenhuis. Wie we gefilmd hebben, waar we gefilmd hebben, wanneer we gefilmd hebben. En ook qua veiligheid zijn we strikt begeleid door het ziekenhuis. Maar het is toch heel belangrijk om in deze crisissituatie te kunnen laten zien in welke omstandigheden die mensen werken. Tot nu toe uiteraard, want dat kan heel snel veranderen. En met welke instelling zij dat doen op dit moment. Ja, wat is jouw indruk daarvan? Kunnen ze het bolwerken nu? Wel, ik heb één ding niet gezien in het ziekenhuis. En dat is paniek. Geen hollende verplegers of rijen beademde mensen, totaal niet. Je kan best kijken naar de situatie op intensieve zorgen. Daar lagen de voorbije dagen 6, 7 mensen, waarvan 4 beademd werden. Ze kunnen daar heel snel naar 60 gaan, 60 bedden. En als het echt heel erg wordt, schakelen naar 130. Ze hebben 130 beademingsapparaten. Dat is veel. Je moet daaruit concluderen op dit moment dat de zorg in de ziekenhuizen er staat. Er is voor iedereen zorg, ook voor mensen die geen corona hebben. Maar uiteraard altijd voorzichtig zijn. De situatie kan wijzigen. Ja. Ja, het is toch wel opvallend, want wij hebben de indruk, zo'n groot ziekenhuis, dat is een logge machine. Maar het is ongelooflijk hoe wendbaar ze toch blijken te zijn. Hè? Hoe snel ze kunnen inspelen op verandering. Absoluut. Iedereen beseft op dit moment dat dit historische tijden zijn. Dit heeft men nog niet meegemaakt. Er is dagelijks intens overleg tussen alle afdelingen. En maandagavond was er toch wel een soort crisissituatie op spoed. Er kwamen heel veel mensen binnen met ademhalingsklachten. Ja, dat is mogelijk een symptoom van corona. Er zijn heel veel mensen getest. Bleken er 30 positief te zijn. En men heeft dan heel snel beslist om een nieuwe afdeling te openen. Dat gaat op een paar uren tijd. Ja. Dus dat gaat heel snel. Ik heb de indruk dat men zich heel erg voorbereid heeft en dat men heeft kunnen leren uit wat er in Italië en in China is gebeurd. Ja, dat we dat kunnen vermijden. Je bent niet alleen gaan filmen wat er daar gebeurt, maar je hebt ook je oor te luisteren gelegd bij artsen en verplegend personeel. Wat is hun grootste bekommernis? Wel, er zijn enkele medische bekommernissen, dat hoor je wel. Dat bijvoorbeeld dat virus eigenlijk vrij onzichtbaar blijft. Als je een longfoto neemt, dan zou men soms kunnen concluderen van de patiënt is er beter aan toe, maar dat klopt vaak niet, omdat dat virus zich tussen de longblaasjes verstopt. Er zijn ook heel vaak patiënten die ernstige longaandoeningen kweken zonder dat je dat ziet uiterlijk, wat bij andere aandoeningen wel het geval is. Daar kan je het eigenlijk makkelijker zien. Nu, persoonlijke angsten van personeelsleden gaat natuurlijk ook over besmetting. Hè. Ze lopen natuurlijk het risico en elk klein concentratieverlies als je een kamer binnengaat, kan leiden tot besmetting. Ze vrezen eigenlijk vooral niet de ziekte op zichzelf, maar om uit te vallen. Ze willen deze crisis samen oplossen. En dan is het toch belangrijk om te zeggen dat die ziekenhuizen die bereiden zich voor, die doen hun best. Maar of ze gaan slagen, dat hangt alleen af van ons gedrag. Allemaal samen. Als wij ons niet isoleren, dan zal het niet lukken en dan zullen de ziekenhuizen met de problemen zitten. Ze appreciëren heel erg dat er witte lakens hangen. Dat mensen applaudisseren is een fantastische steun. Maar als wij niet doen wat van ons gevraagd wordt, dan gaat op het einde het ziekenhuis de rekening gepresenteerd krijgen. Ja, met andere woorden, we moeten allemaal ons best doen. Ik denk het. Bedankt, Stef. En die hele reportage kunnen we vanavond om 20:20 zien op 1.
In Borgerhout in Antwerpen zijn in enkele dagen tijd 5 bewoners van dezelfde serviceflat gestorven aan het coronavirus. Ze waren allemaal 75 of ouder. Het waren vrienden die elkaar vaak zagen en zo hebben ze elkaar besmet, nog voor de strenge maatregelen ingevoerd werden. Ze woonden in residentie De Fontein van het Antwerpse zorgbedrijf. En dat bedrijf heeft nu al zijn serviceflats in lockdown gezet. Niemand mag er nog binnen of buiten, net als in de rusthuizen. Dan maak ik die boten, maar ik moet naar de bank. Ik moet naar de bank in betaling gaan doen. De bewoners van deze serviceflats mogen sinds maandag het domein niet meer af, sinds een 5e bewoner is gestorven aan corona. De 5 mensen die hier overleden zijn op 200 mensen. Dat zijn allemaal mensen die in aparte flats wonen. Dat zijn 3 mannen en 2 vrouwen tussen 75 en 85 jaar. Dat waren allemaal mensen met een iets zwakkere gezondheid, maar eerlijk gezegd toch kranige 80ers. Alle 5 zijn ze in het ziekenhuis gestorven. Ze hebben elkaar waarschijnlijk hier aan tafel besmet, nog voor alle restaurants van de overheid dicht moesten. De directie van de serviceflats neemt hier al 2 weken maatregelen en nu dus een lockdown. Wij hebben in die optiek maandag gezegd, ja, dat kan wel zijn dat die als gewone burgers moeten behandeld worden. Maar wij gaan nu veel drastischer doorduwen dat alle serviceflats als rusthuis worden behandeld. Een volledige lockdown, want we hebben geen enkele controle anders op wie het er binnen en buiten gaat in de flats. Er juist is er toch bij ons hier in buiten gegaan, hè? Een stoute. Een overzicht krijgen van wie er allemaal ziek is in serviceflats is moeilijk. De huisartsen van de bewoners mogen dat niet melden aan de directie. Die directie vraagt nu strengere maatregelen van de overheid. Ten eerste een algemene lockdown van de serviceflats. 2, ik zou toch pleiten om eens na te denken of we niet een algemene maatregel naar alle 70-plussers moeten toepassen. Maar 3, als je vandaag handhaaft dat de mantelzorg mag blijven langskomen, dan handhaaf je de va-et-vient in serviceflats en bij 70-plussers. Jan Gerrits, goedemiddag. Jij staat intussen internat bij de woordvoerder van het agentschap, het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. Een grote bezorgdheid daarbij, die serviceflats. Wat denken ze er daarvan? Wel, Joris Mono staat hier op een veilige 1,5 meter van mij. De regelgeving voor de serviceflats, hoe zit die vandaag in elkaar? We maken een onderscheid tussen 2 types. Enerzijds heb je assistentiewoningen die zich in hetzelfde gebouw bevinden als een woonzorgcentrum of een ingang delen. Daar gelden dezelfde regels als voor het woonzorgcentrum zelf. Anderzijds heb je dan de assistentiewoningen die vrijstaand zijn, die los zijn van het woonzorgcentrum. En daar gelden eigenlijk dezelfde regels als in een ander type van woning. Dus dat betekent, mensen blijven zoveel mogelijk binnen, gaan niet op bezoek bij elkaar, ontvangen ook geen bezoek. Maar je kan wel naar buiten voor essentiële verplaatsingen, zoals een winkelbezoek. Wat zijn dan die serviceflats? Zijn die regels, worden die door iedereen hetzelfde toegepast? Wel, we moeten daar zoals bij iedereen rekenen op de collectieve verantwoordelijkheid, op de persoonlijke verantwoordelijkheid, om die richtlijnen die voor iedereen belangrijk zijn en die vooral dienen om de kwetsbaren te beschermen, om die zo goed mogelijk toe te passen. En zijn die streng genoeg? Want ik hoor die directeur van het zorgbedrijf in Antwerpen zeggen van ja, voor een algehele lockdown in, dat is veel veiliger. Wel, we moeten toch rekening mee houden dat zo'n assistentiewoning een vorm van zelfstandig wonen is. En mensen wonen daar op zichzelf, wonen daar vrij, zoals in een andere woning. Dus de maatregelen gelden daar zoals die in alle woningen gelden, voor alle Vlamingen. Dus we kunnen daar eigenlijk niet strenger gaan dan wat we voor andere mensen doen. En die mantelzorgers, want dat zijn wel mensen die de hele tijd binnen en buiten komen daar. Moet daar niks mee gebeuren? Wel, ook daar geldt hetzelfde principe als in een andere woning. Bezoek dat niet nodig is, laat dat aan de deur staan. Laat die mensen niet binnenkomen. Natuurlijk, als je een aantal essentiële zorgen nodig hebt, of die nu gebeuren door een professionele zorgverlener of door je mantelzorger, ja, en je hebt die echt nodig, ja, dan kan je niet anders. Maar probeer het bezoek toch zoveel mogelijk te beperken en het niet-essentieel bezoek aan de deur te laten staan. Maar voorlopig worden de regels niet verstrengd daar? Voorlopig hebben we geen ambitie om daar strengere regels op te leggen, nee. Oké, bedankt Joris Monus. Dus Annelies, geen strengere regels voorlopig voor die serviceflats. Maar de mensen die daar wonen moeten meer dan ooit, want het is een kwetsbare groep, zich aan de regels houden die voor iedereen gelden natuurlijk. Dankjewel Jan voor het interview. Er dreigt in de woonzorgcentra een tekort aan beschermend materiaal voor het personeel. Er werden wel mondmaskers geleverd, maar er is nog altijd een tekort aan bijvoorbeeld wegwerpschorten en handschoenen of ontsmettende gels. De sector heeft bij Vlaams minister van Welzijn Beke aangedrongen op een snelle oplossing.
Er is een groot tekort. We zien dat het aantal mensen die ziek zijn, dat in stijgende lijn is. Dat zie je ook aan de overlijdens in de woonzorgcentra. Dus ik kan op dit moment niet inschatten hoeveel exact er tekort is. Maar ik hoor toch wel geluiden in de sector dat men geen voorraad meer heeft om een week verder te kunnen. Het mag duidelijk zijn, voor artsen en verplegend personeel is dit geen tijd van werkloos thuiszitten. Integendeel, zij werken vaak dubbele shiften in moeilijke omstandigheden en dat weegt. Ze raken vermoeid, maar ook mentaal is het zwaar. En daarom wordt er voor hen psychologische hulp voorzien. In het Imelda ziekenhuis in Bonheide is dat met een speciale zorgtelefoon. In het Imelda ziekenhuis is het alle hens aan dek, want hier verzorgen ze 71 patiënten die besmet zijn. Dat weegt op verschillende manieren op het zorgpersoneel. Je zit met mensen die eigenlijk geïsoleerd liggen in het ziekenhuis. Ze hebben daar heel weinig contact met hun familie buitenshuis. En dit zijn die reacties, die emoties die bij patiënten zijn. Die neemt als verpleegkundige ook wel mee natuurlijk. Eigenlijk doen wij gewoon onze job die we ervoor ook al deden, maar alleen nu nog een extraatje. Vandaag ben ik net terug aan het werk. Ik heb 2 dagen rust gehad, maar daarvoor was ik eigenlijk bijna 2 weken constant aan het werken. En dan spreek ik over dubbele shiften. We doen gewoon ons werk, zeggen ze hier allemaal. En toch, wie zorgt er voor de zorgende? Er is elke dag het applaus natuurlijk, maar nu ook de zorgtelefoon. Zorgtelefoon met Lisbeth. Al het zorgpersoneel mag bellen met grote of kleine problemen of gewoon om te ventileren. En komt er veel op u af ook op dat moment? Zorg voor de zorgende. Het is belangrijk dat een team van verpleging goed aan elkaar hangt, dat die bij elkaar terecht kunnen. Maar als er daarnaast toch nog nood is, hebben wij die zorglijn opengesteld dat ook mensen ons kunnen opbellen om te zien op welke manier dat we kunnen helpen en kunnen ventileren. Ook andere ziekenhuizen zullen de komende weken met hetzelfde systeem werken en intussen is het voor iedereen behelpen. Op welke manier zorgt u voor uzelf? Dat is de moeilijke, hè? Als verpleegkundige zorgen wij steeds voor anderen. Op momenten zoals dit schuiven wij ons meer naar achter. En ik denk, binnenkort is tijd voor mij. En dan zullen wij nog eens genieten van een sauna of van een korte vakantie. Maar voorlopig nee. Nee. Het is hen van harte gegund. Organisaties die voedselbedelingen doen, voelen ook de gevolgen van de coronamaatregelen. Veel vrijwilligers haken af omdat ze wat ouder zijn en tot de risicogroep behoren. En voor wie voedsel komt ophalen, is er minder sociaal contact. We gingen kijken hoe ze nu werken bij de welzijnsschakel in Wilrijk. Aan voedsel is er tot nu toe geen gebrek. Heel wat bedrijven die dicht zijn, hebben hun voorraden weggeschonken. En ook leveranciers aan restaurants zitten met onverkochte stocks. Denk bijvoorbeeld Albert Heijn. Mensen bestellen dat online. Die komen dat niet ophalen. Dus dat stapelt zich op. Dus die bellen dan naar ons. Ja, wij krijgen dat. We moeten dat wel sorteren, want dat is een bak en er zit alles in. Er werkten hier vooral oudere vrijwilligers. De meeste haakten af omdat ze het risico te groot vonden. Dus moest de voedselbedeling op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Ik ben economisch werkloos. Ik heb normaal geen tijd voor vrijwilligerswerk. Dus dit was de ideale kans om hier eens te starten. En hoe bevalt het tot nu toe? Goed, het is hier een leuke sfeer. Aangename collega's, dus dat is, het is top hier. Philadelphia kaas? Nee, een blok mozzarella? Normaal gezien mogen de mensen die voedsel komen halen zelf spullen inladen. Nu zetten de vrijwilligers alles klaar. Dat is toch een maaltijd of 3. Als je een beetje creatief kunt zijn, toch 4. Dus tot volgende week dan. Ja. En de oudere vrijwilligers die nog aan de slag zijn, leven de voorzorgsmaatregelen zo goed mogelijk na. Ook al is de bescherming beperkt. We kijken goed na dat we niet hoesten, geen verkoudheidsverschijnselen vertonen. Proberen de afstand te houden. En, dus ja, geen risico bestaat niet. Maar we betrachten het tot een minimum te beperken. En zolang dat we ons goed voelen, gaan we dat doen. 2 Limburgse burgemeesters, die van Leopoldsburg en die van Houthalen-Helchteren, vragen om het asielcentrum van Leopoldsburg tijdelijk af te sluiten.
Volgens de burgemeesters houden de asielzoekers houden ze niet voldoende afstand van elkaar. En wanneer ze buiten komen, kunnen ze, als ze besmet zijn, het virus mee verspreiden. Eerder besliste de burgemeester van Kokzijde al om het asielcentrum daar in lockdown te plaatsen. De Limburgse burgemeesters overleggen straks met het Rode Kruis dat het centrum uitbaat en met de overheid. We zien bijvoorbeeld hier in een dorpje waar dat een voetbalpleintje is, waar dat ze toch gaan voetballen. We zien dat die mensen toch nog altijd in groepjes samenscholen. Dus ook buiten het centrum zelf kunnen ze het heel moeilijk garanderen. Binnen het centrum zien we dat ze nog volop voetballen, zien we dat ze volleyballen. Op zich geen enkel probleem, maar zorg dan ook dat je met dat gezin of met die grote familie ook samen blijft en niet naar buiten komt. It's good news. It's good news for the doctors and nurses in emergency rooms around the country who are waiting for more masks and more funding. It's good news for families all across America. At last, we have a deal. De Verenigde Staten hebben een immens hulppakket goedgekeurd om de coronacrisis te lijf te gaan. Liefst $2,000 miljard. Het aantal besmettingen en doden door het coronavirus stijgt er snel, maar president Trump denkt dat het snel voorbij zal zijn. Hij hoopt dat tegen Pasen alle winkels in zijn land weer open kunnen. Vliegtuigen worden geparkeerd op een luchthaven even buiten Los Angeles. Door de coronacrisis zijn in de VS niet alleen het vliegverkeer, maar ook grote delen van de economie tot stilstand gekomen. Het zijn dit soort beelden die de Amerikaanse president Trump niet graag ziet. Tegen Pasen wil hij dat alles weer normaal is in zijn land. I said earlier today that I hope we can do this by Easter. I think that would be a great thing for our country and we're all working very hard to make that a reality. Al wordt dat snel genuanceerd. And you find after a period of time that there are areas that are very different from other areas of the country. You may not want to essentially treat it as it just one force for the entire country, but look at flexibility in different areas. Intussen is er een akkoord tussen Republikeinen en Democraten over een steunplan van $2,000 miljard. We have a bipartisan agreement on the largest rescue package in American history. Dit zijn beelden uit New York, dat bijzonder zwaar getroffen is. Burgemeester Bill de Blasio is pessimistisch. We are doing all we can just to get through March right now, particularly in terms of our healthcare system. April will unquestionably be worse than March. And right now, my fear is that May could be worse than April. That's the reality we're facing. Björnsson is in de Verenigde Staten. Ja, dat zijn slechte vooruitzichten, vooral voor New York, hè, waar jij nu ook bent. Dat is het hardst getroffen. Hoe is het daar op dit moment? Wel, ik sta hier aan Brooklyn Medical Center. En Brooklyn is het zwaarst getroffen stadsdeel van New York. En achter mij zie je een tent waar mensen volop getest worden. En je ziet ook dat mensen soms geen afstand houden. Ze staan te dicht bij elkaar. Dat is eigenlijk niet goed naleven van de regels. Maar het is erg, Annelies, want de gouverneur van New York, Andrew Cuomo, die heeft gisteren nog gewaarschuwd. Kijk, de hele staat heeft 53.000 bedden. En we vermoeden dat we er 140.000 nodig hebben. Dus er zijn er 100.000 te weinig. Er zijn 30.000 beademingstoestellen nodig voor als de epidemie echt zijn piek bereikt. En er zijn er maar een paar duizend. De federale overheid heeft er nu 4.000 extra gestuurd, maar dat is nog altijd te weinig. Dokters worden overgevlogen uit andere delen van het land om hier bij te springen als de epidemie zijn piek bereikt. En dat kan binnen 2 tot 3 weken gebeuren. Maar nu zien we bij het aantal besmettingen een verdubbeling om de 3 dagen. Dus het is bijzonder ernstig in New York. Ja, het gaat daar ontzettend snel en ze lijken niet te kunnen volgen. Is het land dan eigenlijk wel goed voorbereid of zijn ze te laat in gang geschoten? Er is zeker te laat getest, er is te weinig getest. Nu schiet men in gang, maar het is eigenlijk al te laat. Normaal probeert men mensen die besmet zijn te traceren, maar dat is allemaal veel te laat. Het is verspreid en dit is een grote stad van 9 miljoen inwoners. Dus je kunt het niet meer tegenhouden. Dus nu moet je je voorbereiden op het allerergste. En iemand gebruikte het beeld, Annelies, van het is alsof Amerika zijn troepen voorwaarts stuurt. Ze worden volop beschoten, maar ze hebben niet eens in de gaten dat ze aan het bloeden zijn. De federale aanpak hangt met spuug en
paktouw aan elkaar, zeggen ze hier. Dus er is te weinig coördinatie, tegenstrijdige signalen. Er is veel beterschap mogelijk hier. Ja, dat voor de medische hulp en de medische omkadering. Björn, als we eens gaan vergelijken, bij ons hebben wij een systeem van technische werkloosheid. Wij hebben ook een ziekteverzekering die onze kosten dekt. Dat bestaat allemaal niet in de Verenigde Staten. Dat gaan drama's worden. Het hele systeem komt nu bloot te liggen. Het is alsof de keizer geen kleren aan heeft, de leidende natie van de wereld. De ziekteverzekering is voor 87 miljoen mensen slecht toegankelijk of helemaal niet toegankelijk. En die maken zich daar grote zorgen over. Mensen die hier naar huis worden gestuurd, krijgen inderdaad geen technische werkloosheid. Ze zijn meteen volledig werkloos. Ze worden ontslagen. Maar in het hulpplan wordt nu voorzien dat er meer hulp wordt uitgetrokken voor werkloosheidsverzekering. Families, bijvoorbeeld een gezin met twee kinderen, zal $3.500 krijgen om die huur te kunnen betalen. Want het leven is hier bijzonder duur en als je geen loon hebt, mag je bijna op je kin kloppen. Dus er is cash nodig om de mensen te laten overleven. Anders komt er nog een hele hoop sociale ellende bij ook. Ja, veel alarmberichten, maar de enige die het niet lijkt te deren is president Trump. Die denkt het komt allemaal wel in orde over enkele weken. Wel, hij is natuurlijk bijzonder verontrust door de economie die gewoon aan het bevriezen is, die gewoon stilvalt. Er is geen vraag meer, er is geen aanbod meer. Ik zag ook de deli in mijn buurt, die normaal 24 uur op 24 open is. Er zijn geen klanten meer, de mensen blijven thuis, ze kopen veel minder. En ja, Donald Trump blijkt heel optimistisch, maar als de piek nog moet komen in een staat als New York over 2-3 weken, Pasen is over 2,5 week, dat is natuurlijk totaal uit de lucht gegrepen. Dit kan niet. En iedereen is bezorgd over de economie, maar de gouverneur van New York zei: als ik moet kiezen tussen mensenlevens en de economie, dan ga ik toch voor de mensenlevens. Dankjewel, Björn, en hou het gezond daar in New York. En net als de Amerikaanse president Trump wil ook de Braziliaanse president Bolsonaro zo snel mogelijk terugkeren naar het normale leven. De radicaal rechtse Bolsonaro wil zelfs niet dat er in zijn land zoveel strenge maatregelen ingevoerd worden. Verschillende Braziliaanse steden en deelstaten hebben dat gedaan, maar dat noemt hij fel overdreven. Het beroemde Ipanema Beach ligt er verlaten bij. Miljoenen steden als Rio de Janeiro liggen volledig stil. Verschillende gouverneurs beslisten om scholen, winkels en restaurants te sluiten om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Maar president Bolsonaro vindt al die maatregelen veel te drastisch en roept de gouverneurs op om ze zo snel mogelijk terug te draaien. Devemos sim voltar à normalidade. Algumas poucas autoridades, estaduais e municipais, devem abandonar o conceito de terra arrasada. A proibição de transportes, o fechamento de comércio e o confinamento em massa. O que se passa no mundo tem mostrado que o grupo de risco é o das pessoas acima dos 60 anos. Então, por que fechar a escola? Maar nog tijdens de tv-toespraak breekt protest uit. In verschillende steden slaan inwoners op potten en pannen al voor de tweede week op rij. In Brazilië zijn 2200 mensen besmet en bijna 50 patiënten zijn overleden. Maar tegenstanders vinden dat Bolsonaro het probleem niet ernstig neemt. Ele não espero nada assim do governo, porque ele é um descaso, ele tá fazendo descaso com a gente, com o povo. In Groot-Brittannië is Prins Charles besmet door het coronavirus. Dat heeft Buckingham Palace gemeld. De 71-jarige Charles is de troonopvolger van koningin Elizabeth. Hij vertoont lichte symptomen en verkeert in goede gezondheid, meldt het paleis nog. Charles werkt van thuis in Schotland, zoals hij dat de laatste tijd gewend was. Het is niet bekend hoe hij besmet is geraakt. India gaat nu ook in volledige quarantaine. 3 weken lang mogen de inwoners hun huis niet verlaten. India heeft na China de grootste bevolking ter wereld. Er wonen meer dan 1,3 miljard mensen. Dat is 1/6 van de wereldbevolking. Het officiële aantal vastgestelde besmettingen is nog relatief laag in India. Het zijn er een kleine 600, maar de regering wil erger voorkomen.
In de hoofdstad New Delhi en enkele andere steden was er al enkele dagen een volledige quarantaine van kracht. Maar vanaf vandaag is die uitgebreid tot heel India. Iedereen moet binnen blijven tenzij om naar de winkel te gaan. 21 dagen lang en premier Modi sprak de bevolking streng toe. Agar ye 21 din nahi samble, to desh aur aapka parivar 21 saal piche chala jaye. De beslissing wordt over het algemeen goed ontvangen bij de inwoners die vrezen dat de epidemie ook bij hen zwaar zou toeslaan. Sir, lockdown is goed, het is jaan, het is jaan. En voor het publiek is het voor het belangrijk. Het is heel belangrijk, maar in deze belangrijke tijd moeten we ook veel kosten opnemen. Het is normaal, zoals we zijn. We zijn gewoon mensen, we gaan gewoon iets eten en drinken. De andere mensen, die een arme man zijn, die dag verdienen en dag eten, wat zal hun situatie zijn? Een grootschalige epidemie zou rampzalig zijn in een dichtbevolkt land als India. De regering nam al snel na de uitbraak in China maatregelen. En sinds begin maart zijn scholen en andere openbare instellingen dicht. Als de lage cijfers over besmettingen kloppen, dan is het tegenhouden van het virus aardig gelukt. En nu de quarantaine ingaat, lijkt ook de bevoorrading vlot te verlopen. Market mein zijn ki jitni bhi cheeze hain sab mil rahi hain public mein. Raasan, pani, sap mil raha hai. Sabjiya mil rahi hai. Koi mehenga item nahi hai. Koi mehenga item nahi mil raha hai. Straks beklimmen we de toren van het Belfort in Brugge. Ook bejaardiers steunen deze dagen iedereen die thuis zit in de strijd tegen het coronavirus. Ze brengen een aangepast repertoire, zoals dat heet. Straks luisteren we mee. Eddy, Nina Derwaal, een van onze grootste kanshebbers op een Olympische medaille deze zomer. Ja, ze heeft nu toch ook gereageerd. Hè, ja, op gisteren het, was ze nog te zeer aangedaan om te reageren. Vandaag heeft ze dat wel gedaan. Onze turnkampioene heeft, net als vele anderen, dan ook 4 jaar lang keihard gewerkt en toegeleefd naar wat het absolute hoogtepunt van haar carrière had moeten worden. De zomer van 2020. Het zal dus wellicht 2021 moeten zijn. Vanochtend heeft Nina Derwaal dus wel gepraat van bij haar thuis in Sint-Truiden. Laat ze weten dat zij en de hele turnploeg echt wel wat tijd gaan nodig hebben om alles te verwerken. Ik heb echt wifi-problemen. Maar nu lijkt het goed te gaan, denk ik. Nu is het veel beter. Een persconferentie thuis organiseren, simpel is het niet. Maar iedereen wil natuurlijk weten hoe Nina Derwaal reageert op het uitstellen van de Spelen. Ja, voor het eerst zeggen dat ik wel een beetje ontgoocheld ben natuurlijk dat de Spelen zo veel verzet zijn, omdat ja, ergens zagen we dat natuurlijk wel aankomen met de huidige situatie, maar het was toch nog altijd even verschieten, denk ik, voor heel de groep. En natuurlijk gaat de gezondheid nog altijd voor, maar het is toch even iets dat wat tijd nodig gaat hebben om te verwerken, denk ik. Derwaal probeert nu vooral thuis fit te blijven. Dus ik denk dat gewoon vooral mentaal even gaat zijn van die klik te maken. En ik denk eens als je die klik hebt kunnen maken, dat wel oké gaat zijn. Op haar favoriete discipline, de brug, heeft er wel een voorsprong op haar concurrenten. Maar die kan ze nu misschien wel kwijtspelen. Ik maak mij daar niet echt zorgen over. Iedereen heeft natuurlijk een extra jaar om te werken op die moeilijkheid gaat. Dus ik ook. Dus anderen kunnen nog vooruit gaan. Maar ik heb natuurlijk ook nog wel extra tijd om te werken op eventuele nieuwe dingen. Ondanks alles blijft een Olympische medaille en liefst een gouden het ultieme doel. Ik denk dat die waarde wel ongeveer hetzelfde blijft. Het is nog altijd natuurlijk de ultieme droom en dat gaat dezelfde waarde behouden of dat nu deze zomer geweest zou zijn of dat volgend jaar is. Positief blijven. Stilaan komen er ook vanuit het buitenland reacties binnen van topatleten uit allerlei sporten. Vrijwel unisono klinkt het bij hen. Het is bijzonder jammer dat de Spelen zijn uitgesteld, maar het is wel de enige juiste beslissing die genomen kon worden. So having that kind of decision from IOC has, lift that kind of release that we don't need to be in shape in the summer and we don't need to put that kind of unnecessary risk on other people. And we can save those resources for the NHS, for people who really need them as well. It was a little relief to see that the Olympics has decided to postpone it because my first concern was that everybody would be healthy and everybody would have a fair place to actually compete. So actually seeing it delayed, gives me a little bit of secure that the Olympics is worried about everybody. Yeah, it's a bummer,
it's a bummer that I won't be able to compete in the Olympics this year, but you know, you have to understand the situation, understand that some things are a little bigger than sport, and you know, I guess we'll have it next year. Ja, alles in perspectief. Of de Spelen verhuizen naar de zomer van volgend jaar, dat is nog lang niet zeker. Tokio 2021 zou bijvoorbeeld ook in het voorjaar kunnen plaatsvinden. Voor de zoektocht naar een nieuwe datum wordt een taskforce opgericht. Iedereen zal opofferingen moeten brengen en compromissen moeten sluiten. Dat zegt Thomas Bach, de voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité. Olympische Spelen in april bijvoorbeeld, het zou zomaar kunnen. Dat wordt dan een moeilijk verhaal voor tal van ploegsporten zoals voetbal, basketbal, volleybal en ook wielrennen natuurlijk. Voor de profwielrenners en de wielerliefhebbers is het nog lang niet duidelijk of ze dit jaar nog koersen gaan krijgen om naartoe te leven. Normaal zou vandaag de heilige tiendaagse van het Vlaamse voorjaar beginnen met de driedaagse Brugge de Ponne. De apotheose moest zoals elk jaar komen met de Ronde van Vlaanderen dit jaar op 5 april. Dat is dus allemaal al in het water gevallen. En zo liggen iconische hellingen als de Paterberg en de Quaremond er deze dagen verlaten bij. De Paterberg in Kluisbergen in het voorjaar van 2020. Geen peloton, geen juichende supporters en geen helikopter, wel absolute rust. Meneer, u bent er geraakt. Ja. Doet het deugd? Ja, doet deugd en de omstandigheden mooi weer. Dus ja, doet deugd. Ja, genieten, maar het is toch wel... Dubbel, want we leven allemaal naar de Ronde van Vlaanderen toe. Dus dan doet het ergens wel hartzeer dat we dat niet overbevolkt gaan zien tijdens de ronde, maar wel begrijpelijk natuurlijk. Ja, de sfeer van de koers, die is er nu niet. Ja, proberen we dat samen maar een beetje te maken, zeker. Elk op zijn niveau. Er is nu tijd en plaats voor iedereen. Het is te lastig. Ja, het is te lastig. Eerst de Kluisberg en de Quaremond en dan... En die is iets te veel. Een beetje overmoedig geweest. Ja, klopt. Dan rijdt Jesse van den Bulke, Belgisch kampioene, vlotter omhoog. Hallo. Ze geeft toe dat deze situatie ook voor een renner erg onwennig is. Het is wel heel vreemd dat er geen mensen in je wiel mogen kruipen of zo. Of dat je een keer niet kan rusten in iemand anders wiel. Maar ja, ik denk, we kunnen er niet anders dan gewoon luisteren. En, het is voor onze eigen gezondheid, dus het is echt wel belangrijk dat we luisteren en nou alleen gaan fietsen en zo. En dat gebeurt ook wel. De hele voormiddag hebben we geen groepjes gezien. Ook niet op de oude Quaremond. Normaal een gekkenhuis, nu geen kat op de baan en geen VIP-tenten. De mensen zijn daar al de platen terug aan het wegnemen die er al lagen. Ik moest toch ook wel even sluiten dat ik dacht van, oh, tjuto. Maar ja, niet aan te doen. Het zal voor volgend jaar zijn, zeker. Ja, het zal voor volgend jaar zijn. Fietsen buiten, het is mooi weer, maar alleen, hè, Annelies? Ja, afstand houden, dat altijd. En bemoedigende boodschappen zijn deze dagen meer dan ooit welkom en nodig. Ook de bijaardiers weten dat. Die van Brugge bijvoorbeeld. Hij heeft zijn stadsgenoten vanmorgen een hart onder de riem gestoken. We zullen doorgaan. Veel symbolischer kan het concert van stadsbejaardier Wim Berteloot niet beginnen. Hij speelt vandaag een uur bekende hits als Hoop doet leven en You Never Walk Alone. Nummers die hij speciaal moest instuderen. Ik kies titels waarvan je denkt dat past nu echt in dat thema. Feel good nummers. Oftewel nummers die de bezorgdheid om elkaar uitdrukken. Sommige stonden op mijn repertoire, maar een heel stuk heb ik ook moeten arrangeren. Brugge is leeg, alles is dicht, de typische koetsen zijn er niet. Amper mensen op straat ook en dat maakt de rol van de bejaardier des te belangrijker. Het publiek zit thuis in isolement naar de 26 nummers te luisteren. Anders is het meer vluchtig, denk ik. Veel toeristen in de stad en ze horen en ze vinden het fijn als een laagje muziek boven hen. Maar nu zal het, denk ik, in deze tijden wat meer doordringen.
Andere Beiaardiers in andere steden geven soortgelijke concerten voor de mensen in hun binnenstad. In Brugge smeden ze alvast grotere plannen. Je kan de Beiaard hier op de markt en in een deel van de binnenstad perfect horen. Maar ga je buiten die straal, zeg maar, dan wordt het een beetje moeilijk. Vandaar dat we het idee hebben om voortaan de optredens van Wim live te streamen via Facebook. Ook in coronatijden komt het Vlaams parlement bijeen, al is dat niet zoals anders met alle maatregelen. En uiteraard is er één onderwerp, corona. Allemaal te volgen straks om 14:00 hier op 1 in Villa Politica. En wij openden dit journaal met de laatste cijfers voor ons land. Er zijn opvallend meer sterfgevallen en ook meer ziekenhuisopnames. Bedankt voor het kijken. Graag tot vanavond. We zien opnieuw een stijging in het aantal besmettingen en ook in het aantal ziekenhuisopnames. Maar al bij al een optimisme. Al bij al is het niet zo heel slecht, want er is geen echt rechte stijging van die cijfers. Dus wat dat betreft valt het allemaal wel mee. Hoe dan ook bewijst het volgens virologen dat we de piek, dat we die nog lang niet bereikt hebben. Natuurlijk de weg om van een prototype te komen tot aan een vaccin dat kan worden breed uitgerold tot miljoenen of honderden miljoenen dosissen, dat is nog een lange weg te gaan. Met de VRT Nieuws-app heb je altijd betrouwbaar nieuws op zak. Download hem nu gratis.